Was de zelfrijdende fiets echt een 1 april grap? Welkom bij Vraag het Google, waar we jouw brandende vraag beantwoorden. En we hebben een speciale gast vandaag. Hey Jamie. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk om vandaag te zijn. Tof. Ja, jij bent dus verschillende bedrijven af aan het gaan. Ja. Om er een dagje te komen werken. Ja, inderdaad, om een inkijk te krijgen van, goh, weet je, hoe is het om te werken bij Google? In dit geval, ja. Ja, en vandaar dat ik hier zit, dat ik een dag eigenlijk meeloop. Ja. Van baas, weet je. Dus je moet eigenlijk een paar dingen doen om te ervaren hoe het is om hier te werken. En een van de dingen die je dus doet, dat hoort er natuurlijk bij, is Vraag het Google presenteren. Ja, ik heb het nog nooit gedaan. YouTube-video's, daar ben ik wel ervaren in. Precies. Dus dat is niet een gek iets. Nou, we kunnen heel veel van jou leren, denk ik hoor. Ja, ik ook van jullie. Nou, we hebben weer een paar vragen gevonden die je natuurlijk kunt achterlaten onder onze video's. En dan doen we ons best om ze te beantwoorden. Ja, Martijn die had niet echt een vraag, maar die stuurde een linkje naar New Scientist. En ik zag het wel op meer plekken op internet verschijnen over de zelfrijdende fiets. Ja, die bestaat dus echt. Wij hebben het natuurlijk een tijd geleden als 1 april grap gedaan. Maar blijkt dus dat het gewoon echt bestaat. Raar, hè? Toen wij het bedachten, dat was 2016, toen dachten we, nou dat kan nooit natuurlijk. Dus het is een hele leuke grap, heel duidelijk dat het een grap is. Maar inmiddels zijn er dus mensen die echt een fiets hebben gemaakt, die dus uit zichzelf balanceert, die achter je aanrijdt. Beetje eng hoor. Maar het is wel echt leuk om te zien hoe groot het is geworden. Zullen we eens even kijken? Ja, en dan zie je obstakels, dus het zou Amsterdam kunnen zijn hè, en dan... Alle toeristen en zo. Ja, ja. Weet nog niet helemaal hoe nuttig het is dat je nu zeg maar dat je fiets achter je aanrijdt. Dan kun je er dus goed zelf op gaan zitten. Ja. Misschien is de volgende stap dat hij gewoon echt zelf rijdt terwijl je erop zit. Dan kan je ook dus wat anders doen. Dan is de regel niet meer op je mobiel zitten op de fiets. Nou, die gaat dan weg. Ja, want dan kun je gewoon wel. Oh, dat is het inderdaad. Dat scheelt, wat is het, 75 euro toch? 95? Weet niet. Flinke boete als je met je mobiel op de fiets zit, maar dat kan wel. En zou je ook gewoon je doel kunnen instellen? Dus ik moet naar huis of ik moet daar met iemand afspreken. Ik ben daar nog nooit geweest, ik vul het in. En ik hoef zelf niet te kijken, Google Maps. En hij gaat gewoon. Dat, is wel dat zou ook heel fijn zijn, want ik heb daar soms moeite mee. Gewoon, oké, fiets, breng me naar huis. Ja. Wel goeie. Als je heel druk bent naar huis gaat, dan is het ideaal. Breng me naar huis. De volgende vraag is van Nikki. En Nikki vraagt, wanneer komt de mogelijkheid van Google Routines uit in Nederland? Het is misschien wel de meest gestelde vraag over de Google Home. Google Routines is dat je kunt instellen in sommige andere talen al. Dat je bijvoorbeeld zegt, honey, I'm home, noem maar iets. En dat er dan van alles gebeurt. De lichten gaan aan, de verwarming gaat aan, het muziekje begint af te spelen, dat soort dingen. De Nederlandse Google-assistent die snapt routines nog even niet, maar er wordt wel aan gewerkt. En als we het hebben, dan hoor je het hier als eerste. De volgende vraag is van iemand die heet Ik Mij. En die vraagt, hoe heet de kikker die altijd bij Google weer staat? Ik dacht dus dat hij geen naam had, maar toen zei Rian ineens, ho, ho, ho. Ja, nou hij heeft dus blijkbaar wel een naam. Volgens mij is dat redelijk, nieuw. In het Engels heet hij Froggy. Maar ja, toen dachten we, wat is er nou leuker om daar wel echt iets mee te doen in het Nederlands. Dus die hebben we Coole Kikker genoemd. Omdat het een coole kikker is. Oh ja, ik heb hem. Ja, nee, hij moet heel even... Is hem met een K? Ja, K-O-E. Ja. Ja, je ziet hem hier in beeld. En hij heeft een hoop hobby's. Aan de strand liggen, schilderen. Zit af en toe op een berg te mediteren. Het is een coole kikker inderdaad. Maar Jamie, je presenteert nu Vraag het Google. Ja. Gaat je goed af. Dus daar heb je in ieder geval zo meteen een vinkje bij een van de taken die je doet. Maar weet je wat je eigenlijk nog meer komt doen vandaag? Ik heb wat dingetjes gehoord, maar nog niet helemaal. Niet helemaal. Dat bepalen jullie, want ik werk nu een dag bij jullie. Ja, precies. We dachten aan koffie zetten. Nee, dat is niet waar. Nee, uitprinten. Precies. Nee, schoenen poetsen. Nee, je gaat wel echte dingen doen. Kijk, bijvoorbeeld een van de dingen waar Google bekend om is, dat zijn de doodles. Ja. Dus de dingen die je op de voorpagina ziet. Normaal staat daar het Google-logo, maar soms staat er iets heel anders. Er zijn natuurlijk designers en artiesten die dat maken. Dus we hebben er hier één op kantoor. Vet. Ik weet niet of je een beetje kan tekenen. Ik ben geen Picasso, nee. Oké, okay, nou we gaan het zo meteen zien. We hebben de privacy- en beveiligingscheck. Ja. Die kun je doen om te zien wat je privacy-instellingen zijn. Om te kijken of je Google-account nog veilig is. Even goed als je die ook even gedaan hebt. Dat is ook belangrijk. En nog een van de andere dingen. We willen natuurlijk altijd goed zorgen voor alle Googlers. Dus vandaar dat we op donderdag en vrijdag altijd een masseur hebben. Nou is het dinsdag, maar speciaal voor jou hebben we toch... En dat is heel makkelijk om een vinkje bij te zetten. Het enige wat je hoeft te doen is niks. Ja. Oh, dat stop. Dus dat is heel erg Als ik aan het eind van de sollicitatie indien, weet je waarom. Precies, ik snap het die inderdaad. Die massage. Ja, ja. Nou, en ga zeker dus naar Jamie's YouTube-kanaal als je wil zien hoe ze haar taken volbrengt. Ja, ik werk dus inderdaad een dagje hier bij Google. En het is een serie waarin ik elke aflevering bij een ander bedrijf werk. En vandaag zit ik hier. Hopelijk is het de leukste. Ik hoop het ook. We hebben ook een vraag gekregen van Bjorn en die gaat over Google Stadia. En de vraag is, komen er ook spellen voor de wat jongere kinderen? Wat hij voornamelijk nu heeft gezien zijn de wat meer
gewelddadige spelletjes, maar komt er ook iets anders uit? Ja. Weet je wat Stadia is eigenlijk? Eigenlijk niet, nee. Oh, okay. Stadia is dat je straks kunt gamen op je tv bijvoorbeeld, met je Chromecast. Maar je hebt dus niet zo'n gameconsole nodig die naast je tv staat, want het spelletje draait in de cloud. Oh! Dus er wordt naar je Chromecast gestreamd. Oh, dat is echt heel chill. Ja, er zijn een controller erbij, het is heel relaxed. Hartstikke leuk. Komt uit in november. En iedereen wil natuurlijk weten, welke games kun je dan spelen op Google Stadia? Dat hangt natuurlijk af welke gameontwikkelaars hun games naar Google Stadia brengen. Cool. Welke games zijn al bekend? In ieder geval de nieuwe Doom komt er bijvoorbeeld heen. Dus dat is erg leuk. Als je van schieten houdt, of van monsters, of van allebei. Met name van die combinatie. Just Dance ook? Ja. Cool. Dat is een heel goed voorbeeld trouwens inderdaad. Zonder schieten, maar wel met dansen. Just Dance, dat is toch leuk? Een voetbalmanager, Grid. Dus als je van rally racen houdt. Beetje crossen in de woestijn. Er zijn wel heel wat meer spellen dan alleen maar schietspellen. Dat is goed nieuws, toch? Dus er komt nog een vraag Google Game aflevering. Zeker. Deel 2. Cool. Deel 2. De laatste vraag is van Jamie. Ik heb ooit heel lang geleden een comment geplaatst. Ja. Met de vraag... Wat is het weer morgen in Utrecht? Ja, we hadden eigenlijk een soort montagefoutje in onze video over Google Home. En daardoor hoorde je mij zeggen, ik heb altijd al willen weten. En dan ineens knip en dan, wat is het weer in Utrecht? Nou, om je vraag te beantwoorden, gaan we even kijken. Dat is natuurlijk de allerbelangrijkste levensvraag. Precies. Wat is het weer in Utrecht? Morgen wordt het overwegend bewolkt in Utrecht met een maximum van 21 graden en een minimum van 14. Zullen we gewoon naar Utrecht morgen? Ja, dat wel is, een leuk dagschipje. Dat is wel lekker, toch? Jee, ik denk dat je een 10 hebt. Yes! Eerste assignment. Klinkt alsof ik weer terug ben op school. Ja, ik heb een 10. Yes! Wel echt leuk. Nice, mooi. Dit is nog het meeste in mijn straatje. Ja, nu gaat het bergafwaarts. Gewoon bij je massage. Doe je massage? Nee, dat moet het makkelijkste zijn. Wij zeggen altijd abonneren. Oké, abonneren. Ja. Oké, hoe is die er ooit ingekomen? Dat is een goede vraag. Rian, wil je dat uitleggen? Het klinkt een beetje als abonneer met me. Zoiets? Nee, zo klinkt het helemaal niet. Ja, dat zijn alweer alle vragen voor vandaag. Niet snel. We zijn er snel doorheen gegaan. Hè? Ja. Mocht je deze video leuk vinden, dan kan je hier beneden abonneren en je duimpje omhoog doen. En tot snel. Tot de volgende keer. Ja. Laat je vragen achter onder de reacties, als reactie onder de video. Dat is ook belangrijk. Doen, beneden. Doei! Doei.